In mijn panel vandaag. Emma Verschuren van Emma's Taxlan. Goedemorgen, Emma. Hallo, goedemorgen. 1 maart, belangrijke dag voor jou. Zeker, ja. Kan je hier eigenlijk wel zijn? Ja hoor, ja? Okay. Ik heb er tijd voor vrijgemaakt. Heel goed. En hij komt nu binnenlopen terwijl we praten. Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Kijk, dat is nog eens timing. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met de beveiliging van bedreigde personen. Die moet namelijk op de schop, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een zojuist gepubliceerd rapport. Naar aanleiding van de moorden op Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. allemaal in dat Marengo-proces. Ja, die zijn het slachtoffer geworden van systeemfouten, waardoor de beveiliging niet op orde was. Wat zegt dat over persoonsbeveiliging in Nederland? Kunnen we dat eigenlijk wel aan? Zou je daar vertrouwen in hebben, mocht dat nodig zijn? Ons breekijzer vandaag is... de overheid is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. Zometeen hoor je hoe mijn panel erover denkt en hoor je hoe Hans Slaman erover denkt. Hij is oprichter van de International Security Partners. Maar ik begin met verslaggever Michal van der Toorn. Zij heeft de 150 pagina's van het OVV-rapport inmiddels doorgeploegd. Goedemorgen, Michal. Goedemorgen, Iwan. Belangrijkste conclusie, zeg het maar. Ja, de werkwijze die het OM, de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hanteren voor het inschatten van dreigingen is niet voldoende. En ook de besluitvorming over beveiligingsmaatregelen, dat gaat dan vooral dus om dreigingen van de zware georganiseerde misdaad, zijn gewoon niet goed. En die 3 moorden waar je het net over had, hebben ze dus niet weten te voorkomen. Ja. En dat is natuurlijk een ernstig voorbeeld hiervan. Ja, en kan je dan schetsen wat er bij die 3 moorden mis is gegaan aan de kant van de staat? Ja, zeker. Volgens de onderzoeksraad nam de overheid zijn bijzondere zorgplicht in dit geval eigenlijk niet serieus genoeg. En ze werkte vooral te veel op basis van aannames. Zo namen ze bijvoorbeeld aan dat zolang de buitenwereld niet bekend was met dat Nabil B. de kroongetuige praatte als kroongetuige, zijn familie dan ook geen gevaar zou lopen. Terwijl ze wel signalen hadden dat het crimineel samenwerkingsverband daarvan op de hoogte zou zijn. Mm-hmm. Ze namen ook aan dat advocaten geen gevaar liepen, omdat die vervangbaar zijn. En er is nog veel meer. De regie over het bewaken en beveiligen van de bedreigde personen lag versnipperd over de landelijke en regionale parketten van de politie. Voorbeeldje, Peter R. de Vries woonde in Midden-Nederland, maar werkte natuurlijk vaak in Amsterdam. En daardoor konden het OM en de politie niet goed communiceren, omdat het dus die informatie bij verschillende personen lag. Ze hebben het over gescheiden werelden van het OM en de politie. Ja. En ze namen ook nog eens de dreigingen, eigenlijk de informatie die vanuit families kwam of vanuit de zelfbedreigde personen, niet serieus genoeg. Ja. RTL had eerder al een conceptrapport hiervan gelekt. Daar ging het ook over informatie die niet gedeeld was, intern samenwerken, wat allemaal stroperig liep, waarschuwingen die genegeerd werden. Hoe kan dat? Hoe kan dat gebeuren? Vooral het ligt met name dus bij dat er niet genoeg is overlegd en dat de informatievoorziening gewoon niet goed op orde is. Er doen ook aanbevelingen. Die richten ze aan de minister van Justitie en Veiligheid, maar ook het OM en de politie. En wat erg belangrijk is, zegt de onderzoeksraad, is dat als je werkt met zo'n kroongetuige, eerst de beveiligingsmaatregelen op orde moeten zijn en ook in werking zijn getreden voordat zo'n deal publiek bekend wordt. In dit geval zijn er dus aanwijzingen dat Rian Tachi al wist dat Nabil B. ging praten. En je kan je wel voorstellen, en dat is ook gebleken, wat voor gevaarlijke situaties dat kan opleveren. Michal van der Toorn, dankjewel. Jij gaat zo meteen de reacties ophalen uiteraard over dit onderwerp. Ik zit even te kijken bij minister Jezelgus, die heeft nog niet gereageerd. Die heeft al wel maatregelen genomen. Die heeft al eerste verbeterplannen doorgevoerd. Er komt meer geld voor het beveiligen van advocaten en andere hoeders van de rechtsstaat, zo zegt zij. Maar hebben wij daar een beetje vertrouwen in? Daar gaat ons breekijzer over. De overheid is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. 020-468-4x0 dus. Zometeen ga ik praten met mijn 2 panelleden. Kijken hoe zij erover denken. Maar ik begin met Hans Slaman. Ik zei het al, oprichter van International Security Partners. Goedemorgen, Hans. Als het goed is, is jouw verbinding er, maar ik hoor jou niet. Nou, dan gaan we eerst eventjes die verbinding herstellen en in de studio beginnen. Emma, als je dit zo hoort, onder andere van Michal net, dan zijn er toch wel blunders begaan. Was dit misschien allemaal niet nodig geweest? Heb jij vertrouwen in hoe dit stelsel werkt, dat stelsel bewaken en beveiligen? Nou, aan de ene kant heb ik er wel echt vertrouwen in, maar aan de andere kant vraag ik me ook af, als die
nou ja, hele grote criminele terroristen iemand willen vermoorden, vinden ze toch wel een manier. Mm-hmm. Dus ook al gaan we die beveiliging heel erg aanscherpen, vraag ik me af of de moorden dan wel voorkomen zouden kunnen worden. Ja. Ik denk dat als er ergens een wil is, dat er ook wel een weg is. Dus wat je ook doet, dat er toch wel iets gevonden wordt hoe ze alsnog vermoord kunnen worden. Ja, en als die wil maar groot genoeg is, dan gaat dat vanzelf gebeuren. Pieter, ja. wat denk jij? Ja, tegelijkertijd de wil vanuit helaas heel veel mensen om bijvoorbeeld een persoon als Geert Wilders te vermoorden is natuurlijk ook groot. Mm-hmm. En toch met jarenlange beveiliging is dat gelukkig niet gebeurd. Kijk, het lastige is dat de overheid vaak genoeg heeft getoond dat het richting burgers vaak uitgaat van het slechtste. En dat juist bij één thema waarvan je hoopt dat ze eigenlijk ook uitgaan van het slechtste, ze zijn uitgaan van het beste. Ja. Door argumenten te gebruiken als het is een advocaat en die is vervangbaar. Dus daar heeft de overheid simpelweg steken laten vallen. En ik moet zeggen dat ik ook wel gekleurd ben door een documentaire die ik ooit op Videoland heb gekeken. En die heet De Kroongetuigenadvocaat, het verhaal van Onno de Jong. En Onno de Jong is inmiddels ook de tweede kroongetuigenadvocaat van Nabil B. in het Marengo-proces. En hij toont ontzettend dat al die verschillende partijen heel erg langs elkaar heen praten. Dat de communicatie vanuit NCTV heel slecht is. En dat heel veel ook moet komen vanuit initiatief vanuit eigenlijk de beveiligde personen zelf. Dus er moeten wel echt hele grote lessen geleerd worden uit wat er is gebeurd. Ja, nou, er zijn dus aanbevelingen gedaan. Overigens, Onno de Jong en Peter Schouten, die inderdaad samen met Peter R. de Vries dat verdedigingsteam van Nabil B. vormde, die reageren geloof ik vanmiddag op dit rapport. Dus dat gaan we ongetwijfeld dan volgen. Hans Slaman is inmiddels nu echt bij ons. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer. De overheid is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. We hoorden net een korte samenvatting van wat de OVV heeft geconstateerd. Ja, die heeft gezegd, er zijn echt gewoon fouten gemaakt. Wat is jouw indruk? De eerste verbeterplannen zijn aangekondigd. Er komt meer geld. Gaat dit beter worden? Ik mag het hopen. Wat ik heb gehoord, herken ik vanuit onze praktijk. Mm-hmm. Ik heb al eerder gezegd, op basis van onze ervaringen met mensen vanuit het stelsel bewaken en beveiligen, is dat de expertise om mensen te beveiligen, die is er zonder meer. Waar het dan schort, is eigenlijk wat er ook door de onderzoeksraad is geconstateerd, versplinterd. Er is geen centrale aansturing. Wij hebben dat in praktijk ook meegemaakt, dat in het ene deel van het land we uitstekend kunnen samenwerken met mensen van het stelsel en bewaken en beveiligen. En in een ander deel van het land dat dus heel moeizaam verloopt. En schijnbaar zijn er verschillen van inzichten daar waar het gaat om bijvoorbeeld samen te werken met commerciële bureaus. En dat is een gemiste kans, omdat bureaus zoals ons, en zo zijn er meer van in Nederland, daar is voldoende specialistische kennis en know-how aanwezig om je een dienst van stelsel en bewaken te kunnen ondersteunen. Oké, dus ja, jij pleit voor samenwerken met bureaus zoals de jouwe. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken, ja, een staat moet dit toch zelf kunnen regelen. En ja, dit is toch een publieke functie. Waarom zijn er commerciële bedrijven bij nodig? Of toont dit maar aan dat het echt nodig is? Nou, kijk, ik denk dat de overheid je ziet zich gesteld voor een groeiend probleem. Dat betekent dat er een enorme druk ontstaat op hun capaciteit. En wat niet vergeten mag worden, is dat er natuurlijk je met regelmaat mensen die zich bedreigd voelen, zich tot commerciële bureaus in eerste instantie wenden. Okay. En die zoeken dan afstemming met de politie in een aantal gevallen. Mm-hmm. En het is ook vaak bevindt het zich op een grensgebied. Het is niet altijd dat de dreiging van dermate aard is dat het valt binnen de criteria waarvoor het stelsel en bewaken en beveiligen is opgericht. Ja. Wie moet zich wat jou betreft de kritiek van dit rapport het meest aantrekken? Is dat OM, politie, NCTV, die zitten met z'n drieën in dat stelsel, of de minister die daar allemaal om gaat? Waar is werk aan de winkel? Ja, ik zou zeggen op alle drie de fronten. Ik vond het schokkend om te horen, het relaas van je collega die het rapport heeft gelezen, want wat ik daaruit afleid is dat er opnieuw sprake is geweest van onderschatting. Er is geen worst case scenario gedacht. En ja, dat heeft dan geleid tot dit soort ongelofelijke fouten. Ja. Kan niet anders stellen.